allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik ga morgen met Ruud met de auto op vakantie naar Frankrijk. En we gaan vandaag, zijn we een beetje bezig met het huis opruimen en ik moet mijn koffer nog gaan pakken. Maar ik heb dus een mega grote action tas vol met bikinis die ik heb gekregen van Zavool. En dat staat hier nu al 3 weken of zo. En ik heb er al een beetje naar gekeken, maar ik dacht van hé, ik moet nu gaan kijken welke bikinis, badpakken zijn goed en welke kunnen er mee op vakantie. De vorige keer heb ik hele slechte aanbeelden laten zien. Dat komt omdat ik het liefst eigenlijk geen aanbeelden laat zien. Voor mezelf, maar ook een beetje voor mijn werk. En ik vind dat gewoon niet zo prettig. Dus er komen geen aanbeelden. Maar ik ga alles gewoon goed laten zien. We gaan er nu samen naar kijken. Ik weet niet meer zo goed wat er allemaal in zit. En ik kan heel erg goed aan het model zien of het mij zou passen. Dus dan kan ik je een beetje vertellen ja, wat ik van de kwaliteit vind en hoe de maat ongeveer is. Want ik zie wel van, oh, dit was een XL, maar het is meer een M'tje. Dus laten we gewoon lekker gaan beginnen. Vind je dit leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En als je hier nieuw bent en je vindt het leuk, vergeet dan niet te abonneren. En dan pak ik meteen de eerste bikini eruit. Sorry voor deze lelijke achtergrond trouwens, maar Ruud is aan het schoonmaken in de woonkamer. Even kijken. Dit, ik ga even naar achter. Dit is het eerste bikini. Dit is het broekje. Ik kan nu al zien dat dit voor mij net te smal is. Ik denk dat dit een beetje een M'tje of een L is. En het is dus een XL. Hij is wel super leuk. Ik ga er trouwens gewoon lekker snel doorheen hoor. En bij de linkjes in de beschrijving kun je ook zien hoe die er op de website uit wordt te zien. Dit is dus wel echt heel erg klein, want dit is een AA, denk ik. Dus op zich is het broekje dan nog relatief groot, denk ik, in verhouding tot de cups. Dus dat is de eerste bikini. Ik vind het printje wel heel erg leuk. En hij voelt heel erg als een Nederlandse bikini, zeg maar, die je gewoon in Nederland kunt kopen. Dan de tweede. Dit is een badpak. Dit is ook een XL. Ik heb vaak gewoon de grootste besteld. En wat ik heb ontdekt is dat je dus ook 2XL hebt. En ik had heel erg vaak XL en die paste niet. 2XL is dus meer een beetje als je zoals ik het maat 42, 44 zoiets hebt. Dus, maar dit is gewoon een XL, dus dan hadden ze die waarschijnlijk niet. En dan hoopte ik gewoon dat het zou passen. En als ik dit zo zie, dat is echt te klein, dan is dit echt een M'tje. Ook wel een heel erg leuk badpak. Cups erin. Super leuk dat het vanaf de achterkant op een bikini lijkt. Gewoon goede kwaliteit. Ziet er goed uit. Hij is hier dubbel gevoerd. Het broekje niet. Oh, dit is volgens mij een 2XL variant. Heel erg groot ook meteen. Ja, dat is dus een XXL. Ja, dit is zeg maar... Kijk, zonder stretch zit hij goed. Maar je wil normaal stretches een beetje. Dus dit is wel heel erg groot. Het contrast zeg maar tussen die vorige XL en dit 2XL is natuurlijk enorm groot. Het lijkt wel 3 of 4 maten groter. Dus als je deze wil, had ik dus beter weer een XL kunnen bestellen. Snap je? Normaal vallen ze dus 1 of 2 maten kleiner. En dit valt dus echt wel een maat groter, vind ik zelf. Dit is ook echt enorm. Ik bedoel met enorm trouwens niks lullig, want ik ben zelf ook enorm. Maar ik bedoel meer van wow. Ik kan het wel dragen, want het zal niet afzakken bij mij. Maar je wil niet dat iets heel erg los zit. Dit is gewoon... Je past ook best wel grote borsten in. Het broekje matcht in ieder geval wel met het topje bij deze. Dus dit is echt groot. Dus ben je op zoek naar wat groters, dan is die top. Dan heb ik 1 hele leuke bikini. Toen ik die zag, heb ik hem meteen aangedaan. Daarvan weet ik dus dat hij heel erg goed zit. En dat is deze. Het topje zit net wat strak. Want mijn borst komt er soms toch aan de onderkant een beetje uit. En het geeft hier ook... Je had het op Snapchat kunnen zien. Als het goed is, was dit een XL. Ik zal het anders even in de beschrijving zetten als het niet klopt. Deze heb je in heel erg veel kleuren. Als ik nog een keer wat mag uitzoeken, ga ik hier meer van halen. Het topje is dan continu hetzelfde. En het topje vind ik niet heel fijn. Ik denk ook dat ik er een ander bij zou dragen. Maar dit broekje is perfect. Dit broekje valt wel echt als een XL. Hij zit net wat knellen, dat er een vetje overheen komt. Dus 1 maatje groter was misschien nog iets beter geweest. Maar ik denk dat de meeste mensen hebben wel voorkeur aan dat het iets strakker zit. Dus dan is dit top. Dus dit kun je echt in je eigen maat bestellen. Ik vind hem fantastisch. Kijk hoe sexy die is. Hij is net een beetje high-waist. Hij komt net op mijn navel. En het is dus een super sexy achterkantje. Ik voel me helemaal sexy hierin. Het is echt een aanrader. Hij is ook best wel goedkoop. Super leuk. Die gaat zeker mee op vakantie. Dan heb ik nog een badpak. Maar ja, deze paste niet. Die heb ik gepast. Ja, dit is ook een XL. En dit vind ik een beetje moi. Het is zeg maar een heel erg... Dunnig stofje, je ziet ook, ja, dat kun jij nu niet zien, maar een klein beetje dat hij een beetje doorschijnend is. Waarschijnlijk zul je er niet last van hebben, maar ik zie nu dat het licht er doorheen komt. Er zitten best wel stevige cups in, dus daardoor lijkt het stevig, maar het is gewoon best wel heel erg dun.
En ik vind deze wel een beetje vergelijkbaar met die sterretjes, dat sterretjespadpak. Ik vind het toch echt wel weer een emmetje. Dus dit is weer een XL die eigenlijk valt als een emmetje. En als ik zeg van de kwaliteit is iets minder, dan ik vind het iets minder, maar alsnog helemaal prima. Hier kan je zo mee naar het strand, helemaal prima. Dus ik ben sowieso wel echt fan van alle badpakken en bikinis. Bij de Primark zie ik soms nog badpakken waarvan ik denk, die vind ik echt minder dan deze. Dit is ook een badpak. Leuk. Dit is dan ook een XL. Maar deze valt dan wel weer een beetje als een L, als ik het zo zie. Ja, dat is dan voor mij net aan de kleine kant. Leuk zeg, heel mooi gevormd. Ook wel weer een beetje zo'n gek stofje. Een beetje wat in zo'n mannenzwembroek vaak zit. Maar ik vind hem heel erg mooi. Heel erg chic. Je hebt altijd die pads erin, maar je kunt ze er of soms uithalen. Of dan moet je gewoon zelf een gaatje maken en eruit knippen. Verstelbare bandjes. Mooi stevig model. Ik vind deze echt wel heel erg mooi. Dit vind ik wel een L. Dus dat is voor mij net een beetje klein. Even kijken. Wat een leuk broekje. Oh ja, ik heb deze gepast. Deze vond ik zo hoog dat ik het een beetje luier oma-achtig vond. Want dit komt echt bijna tot je ribben. Dus dat had ik ook op de foto kunnen zien natuurlijk. Dus dan moet ik hem iets lager doen. Maar dit is een XL en deze... Oh, dit is een XXL. Deze zit goed voor mij. Dus zoals die zwart-wittige dan net te groot valt als XXL, valt dit denk ik wel echt als een Nederlandse XL. Zo, de stop en de cups... Oh ja, die zijn dus heel erg hard. Echt heel erg gevormd. En dat vind ik zelf niet zo fijn. Omdat mijn borsten dus kleiner zijn dan deze cups. En dan zweeft het een beetje. Dus dat was voor mij net een beetje te groot. Dat vind ik wel weer zonde. Want hij is wel heel leuk bij dat broekje. Dus misschien hou ik dit setje wel niet. Omdat ik dat broekje toch te hoog vind. Hij is wel heel erg leuk. Mooie bikini. Goede kwaliteit. Ik vind die high-waist broekjes top. In Nederland is dat nog best wel lastig te vinden, vind ik. Dit vind ik echt best wel een lelijk badpak. Wat is deze? Met dat gaas, ik vind het heel erg lelijk. Ik weet niet of het er heel anders uitzag op de foto. Dit is wel weer een L. Ja, dus deze valt gewoon weer een maatje kleiner. Dat kun je meestal ook wel verwachten. Weer heel erg zo'n zwemstofje. Het is natuurlijk ook om te zwemmen. En van die hele harde cups erin. En ik weet dat ik hier echt niet in kwam. En die gaat dus zo dicht. Ja, wel... Mooie stof. Dubbel gevoerd helemaal. Dus ik vind dat gaas. Daar hou ik niet zo erg van. Maar mooi badpak. Dan dit badpak. Oh, die heeft hier van die soort bandjes. Van in je nek vast. Ook weer zo groot zeg. Nou, dit is zeker wel een... Ja, dit is wel een XXL. Even kijken. Nederlandse maat zou dit ook misschien wel een XXL zijn hoor. Of XL. Dat is best wel groot. Voor mij zou dit net een beetje wijd zijn denk ik. Wel een mooi stevig badpak. De cups zitten ook niet zo heel erg losjes hierin. Gewoon een heel degelijk badpak met aan de zijkant toch nog een beetje zo'n sexy detail. Prima, ja, ik vind het meteen zo zwaar en zo groot. Het is wel heel enorm, ook bij de billen en zo. Het is heel erg bedekkend. Misschien ook als je wat ouder bent of zo en je wil iets meer, ja, iets minder iets pikants aan. Wat is dit voor leuks? Oh, deze ziet er net een beetje te klein uit. Dit is denk ik een XL. Ja, ik neem aan dat dit een XL is. Zo niet staat het weer in de beschrijving. Heel leuk broekje. Oh, mijn beste vriendinnetje zal deze heel erg leuk vinden. Nee, die ga ik niet inpassen. Hij heeft ook niet veel stretch. Kijk maar. Echt nauwelijks. Dit vind ik een emmetje hoor. Ja, hij lijkt hier net iets wijder. Maar als je hier naar kijkt hoe die hier zit. ML. 1 of 2 maatjes kleiner. En de cups vind ik dan wel weer vrij groot. Dit is denk ik wel echt een D. Een deken. Iets minder hard dan die kersenbikini. Wel een hele toffe bikini. En niet zo zwaar. En wel gewoon een lekker stofje weer. Ja, ik vind ze allemaal helemaal prima. Leuk. Oh, volgens mij is dit al de laatste. Oh, dit is heel erg leuk. Maar volgens mij is dit net aan de kleine kant voor mij. Ik vind dit heel erg leuk. Dat is deze. Super leuk. Ik hou er echt van. Ja, als het goed is dit gewoon een XL. Volgens mij maak je deze niet groter. En je denkt nu van de OA is heel erg groot. Dat hij uit een open rug. Nou, dan lijkt het alsof hij heel erg wijd is. Maar ik moet natuurlijk naar dit gedeelte kijken. Ik kwam er volgens mij wel net in. Hij was denk ik net een beetje... Ja, hij is net een beetje kort. Dus qua breedte ging het wel. Maar dan valt hij een beetje
zo. Op zich, ja, het is altijd, je Nederlandse bovenlijf is vaak net ietsjes groter dan die Aziatische dingetjes. Dus daarom heb je vaak ook een maatje groter nodig. Qua omtrek is het denk ik wel een XL, maar ik denk dat je met een XL de meeste mensen er net niet in zouden passen. Dan was dat alles al. Ik hoop dat jullie het deze keer wel gewoon een beetje leuk vonden. Ik probeer jullie gewoon een klein beetje mee te helpen. Ja, met aanmelden zou leuker zijn, maar hopelijk vonden jullie dit ook leuk. Ik denk eigenlijk dat ik alleen deze mee ga nemen op vakantie. Want de rest is voor mij allemaal een beetje net niet. Nee, wel heel erg leuk, maar voor mij net gewoon niet perfect. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat ik jullie zaterdag om 9 uur zie. Ik heb het warm met een nieuwe video. En een hele fijne dag. Doei!